Als je in Museum van Loon naar de eerste etage gaat, zie je het portret van Jan van Loon hangen. Het is in 1761 geschilderd door Jan Maurits Quinkhart, een Nederlandse kunstenaar die vooral populair was door zijn portretten. De Jan van Loon op dit ingetogen portret is 84 jaar oud. Hij is gekleed in de typische stijl voor de regenten van die tijd. Het portret vormde vorig jaar een van de aanleidingen tot de tentoonstelling aan de Surinaamse grachten van Loon en Suriname 1728-1863. Jan was namelijk bewindhebber van de West-Indische Compagnie en directeur van de Sociëteit van Suriname, dat in feite de eigenaar was van de toenmalige kolonie. Met hem begon in de 18e eeuw de betrokkenheid van de familie van Loon met Suriname. Onder, in het midden van het beeld, houdt Van Loon een wandelstok in zijn rechterhand. Die verwijst naar een ander verhaal over Van Loon. Net als veel Nederlanders die nu al weken thuis zitten door het coronavirus, wist Jan van Loon heel goed wat het betekende om aan huis gekluisterd te zijn. In 1734 brak hij namelijk zijn been op 2 plaatsen nadat hij uit zijn rijtuig was gesprongen, omdat de paarden op hol geslagen waren. Artsen probeerden het been te zetten, maar om alles weer rustig te laten helen, moest hij een jaar thuis blijven liggen. Toen de artsen dachten dat alles genezen was en Van Loon weer het huis uit wilde, brak het been opnieuw. De helden van de zorg hadden in de 18e eeuw helaas nog niet het niveau dat we nu van ze gewend zijn. Dokters realiseerden zich dat het geen zin had om het been nog een keer te zetten en besloten dat het geamputeerd moest worden. De wandelstok op het portret diende Jan nog vele jaren, want hij leefde na de amputatie nog ruim 30 jaar met 1 been. Na zijn dood werd Van Loon bijgezet in een nieuwe kerk. Het geamputeerde been was al 30 jaar eerder begraven in de Westerkerk. Het portret van Jan van Loon is ingebracht door Willem Tesla, conservator bij Museum van Loon.